Aan de tafel, Geetje Duursma. Nou, ik zit maar even. Zij is al dezelfde directeur van de Players. Vind ik al heel mooi. Directeur-eigenaar, hè? Eigenaar is de gemeente, hè? Dus van het pand. Accommodatie. Maar betrokken burgemeester is ik wel mooi, hè? Burgemeester. Jan de Vries, betrokken burgemeester. Vastje het dwarsbelang. Oud Grieper, zet ik er dan maar even bij. Oh, dat moet er al een bij, hakken. Ja. Waarom moet dat er dan weer bij? Ik deze vierst nadat ik een ambassadrice is van burgemeester. Dat mag ik even zeggen. Oké. Nou, een soort petten op je. Van wie gaat Burgum toch, al of saai blijkbaar ik is, het Nijshellen in de Leeuwarder Krant trog het bericht dat Burgum haar eindelijk, waar het eigenlijk wat presenteert, haar identiteit woont hier. Nou, deze is waarschijnlijk heel bottom zocht en al jarenlang en nou, eindelijk is het boven wetter. En er weer een soort, idee hoor van, nou ja, dat is net spectaculair. Dat werken de woorden die geestje dan ik op de jongen zelf, toen het rapport onbeheer waard, ik bezigen. Maar laten we bij het begin. Wat is er van de week precies met die jongen gebeurd? Jan de Vries, doe eerst maar even. Nou, we hadden een eindrapportage gekregen van de bevindingen die de werkgroep van uit Burgerwaai, de brandinggroep nemen we dat zo mooi, met elkaar opgesteld had. Die hebben via de gemeente en via de Himbo de kans gekregen om een onderzoek in te stellen van naar de identiteit van Burgum. En daar ben de bevindingen in presenteerd. Dat is gecombineerd met een onderzoek wat ik de leerlingen van de Hegeskwallen, de Hans heet. Nee, ik zit de Hans heet van Lasgren, de NHL, sorry. Dank voor de correctie. Van de NHL, daar aan tijeken haar. En dat bij mekaar is oud aan manje in een soort apotheose. En een mooie bijeenkomst is presenteerd door de mensen die het opgesteld hebben. Maar mag ik even nog vooraf daaraan vragen? Waarom wilden jullie dit eigenlijk weten? Nou, we hebben vorig jaar kreeg Burgum wat een negatieve publiciteit. Toen er een onderzoek in het dwarpwest is van hoe staat Burgum er eigenlijk voor. En daar wij hadden Himboek toen al zijn, in combinatie met de gemeente, we maat wat door. We willen toch wat een plus, de plus van Burgum, ik zie letten maar mekaar. En hoe krijgen we dat voor mekaar? En uiteindelijk is dit een van de resultaten die daarin in uitvloeit is. En misschien kan ik eens dat wel aanvullen, want die zit ik heel dicht bij het vuurtoren steeds. Ja. Maar dit is eigenlijk alleen maar de bevindingen van hoe het nu is, hè? Ja. Ja, dat is, ik hoor sprake over het huidige beeld en wensbeeld. Hè, dus mijn Jonik beneemt. Maar dit is een van de dingen die het nou speelt rondom centrale as. Hoe hou je leegstand zien in een winkelcentrum? Is Burgum nou het centrum van het sterkste deel? Al je ontwikkelingen, internetwinkeling, Jumbo die het komt, een Action die het komt. Dus dit speelt, dit is net iets van, nou, dit is even iets betocht van onder me wat. Maar eigenlijk wel in een traject van wat misschien al wel 3 of 4 jaar hierin. En dat komt nog al je mooi balenkoor. Ja, want we hadden al jaren zitten en toen kwam het over het City Lab. Hè? Ja. Wat is dat precies? Want dat is vader vakantie start. Ja, het City Lab is een plak waar de ondernemers, maar ook de burgers, te landen kennen voor informatie rondom social media, rondom Facebook. Wat doe ik ermee, wat kan ik ermee? Maar ik geef het over gastvrijheid en geef het ik over het vermarkten van Burgum. He, dus er zitten studenten, we hebben City Lab Manager, dat is in het traineeprogramma, Nila. En we hebben studenten van de Friese Poort, die ik inzetbaar ben om dingen uit te zieken. En daaraan vast hing het dan weer de NHL. Dus het is een netwerkorganisatie, he, dus eigenlijk wat modern, waar de NHL-studenten ik weer dingen uit zieken kennen. Dus dan we zeggen van nou, Burgum, misschien image is saai. We spreken dat zo stelt wordt, hè? Dat is net zo expliciet beneemd. Maar dan kijk ik ze van oké, okay, en wat doen we nou? Nou, dan zouden we bijvoorbeeld uitzieken kennen van de jongeren, wat zouden die dan daaraan veroordeeld willen? En de kinderstudenten weer vriend zetten worden. En dat City Lab, dat zit in de bibliotheek, is medisch iepen. Ja, maar hoe rent dat? Dat rent op zich hartstikke leuk. Het is ik natuurlijk al je krek starten. Ja. Maar dan ben ik winkeliers bij, die zitten me nou, waar hoe ik in verlet van, bij wie de bol, hoe we mijn internet omgaan maken. Ja, nou ja, dat is het, dat ja. Is het waar. Nee, maar maak je maar nog ondervinding een paar maanden? Ja, we hebben een paar workshops georganiseerd. Ik in Geerwerking maar daar actief. En de orde gebruik van bijvoorbeeld Facebook, want een heel soort ondernemers zeg ik van, heb je geen tijd voor, hè, dat Twitterin en dat gedoe, daar heb ik helemaal geen tijd voor. En dan blijkt bijvoorbeeld met Facebook dat helemaal net zo moeilijk is. En dat je daar best even wat tijd in steken kan. Een goede website, ja, ik vind het net meer van deze tijd dat je een website hebt. En dat ben dan allemaal
een peer te nemen die dat net heeft. Ja. Nou, er werd dus van alles betocht. Er zijn studenten die keuren hierom en die doggen wat van alles. Dus wat dat betreft is een City Lab. Ik ben alle moderne woorden voor een ja. Blijkbaar saai. Er waren tussen aanhalingstekens, zeg ik maar even. Dus ja, en nou leidt dit rapporter. En het is, maar wat in heel duidelijk zit, dit is inderdaad wat een aantal mensen op basis van interviews vaststellen. Gewoon er is, en daar komt dan uit dat een profiel van Burgum is degelijk, rustig, green, noffelijk. En dat wordt nabijheid is ja. dan centraal daarin. Dat welgelegen. Welgelegen, precies. Nou, het is van alles krijgt niks. Hè. Het is woord en wetter, net een woord, geen woord, maar net een soort wetter. Maar hoe nou verder met dit? Ja, want... maar ik wil even correctie. Want ik klem die even in de bek, om het samen te nemen op z'n vries. Prima. Want doe lijst er een paar dingen del van, doe hast toe saai. En ik jerk ik een intonatie in de ei van hey, het is al, je krijgt niks. Ja, en ik zeg van u dwarsbelang, maar ik vind ik als naaie burger, hier is reden om grutsch te werden wat je al in Burgum baat. En Burgum is absoluut net een saai dorp. Er gebeurt genoeg. En de meeste sjoggen dat ik met mijn koor. En waarbij dus nog meer hinnen willen met mijn koor. Is dat meer u te dragen. En dat wij van de week eventjes mijn koor wat corrigeren. Want daar zal dit gesprek ongetwijfeld op uitkomen. Dat Geesje zei van de kernwaarden. Of de begrippen die ter presenteerd waren. Die winnen wat opballig. Nou, Wils, ik zei van nee, ik vind daarmee Burgum grutsch op wijze. Er zijn een aantal dingen, er werd van de zijsten, dat had de projectleider, ik zei van, er zijn protte plakken die grutsch op wijze zijn op deze kernbegrippen die hier lanceerd binnen. En in feite weten waarschijnlijk de burgers ik wel dat het er is. En dan mogen we nog u dragen, maar mijn koor. Als we die burgers zo grutsch krijgen, dat ze ja. de u dragen kennen, dan komen we wel uiteindelijk wel daar waar we wijzen willen en Burgum nog better op elkaar te zetten. Maar neem ze even die kernbegrip. Nu had ze van je lezen. Ik had ze hier te lezen, maar ja. Ze dus krijgt al deals wat neem ze. Nabijheid is het kernwoord wat er dan... Wat bedoelen ze daar nou precies mee? Nou, alles is mooi dichtbij. Alles is vlakbij. Het winkelcentrum is hier vlakbij. De zorg is vlakbij. Alles wat in de basis, primair bij mensen om wijzen, maar is hier in Burgum heel dichtbij. Ja. He, en ik zei later op een jongen, misschien hier bij de hand, ik nog wel een leuke opmerking, ja. werd, he, dat alles vlak bij de hand is. Maar zij hadden nabijheid van maken. Dat is ik in die groep een paar keer beneden waren. Laten we dat maar als bindend begrip, meidje. Maar daar hingen dan een paar dingen onder. Dat is genoeg geluk. Het is een sociaal dorp. Het is een beskierend dorp. En daar haast hem in feite al wel. De meeske maten dat eigenlijk wat u zo langer wat meer u dragen. U die bescheiden rol waar je komen. Ze van, ja bleksje, dit gebeurt hier al in Burgum. Dit is echt reden maar want het is een dus... compleet dorp. En het lijkt geweldig hier midden in de woorden. Maar als je daar ben ik het helemaal mee eens. Dat we er trots op wijzen moeten. Dat het mooi is. Maar dan is het even vanuit de marketinghoek besjoond. Is nabijheid en welgelegen. Daar ben ik in sexy begrippen. En nou hier, ik heb nog nooit altijd een gesprek. Ik denk van nou, laten we vaststellen. Eerst saai en dan oogsten. Hè? Dus daar komen we wel uit. Maar, dus ik denk kind van compact of compleet, hè, dat wordt oerlijk wel broekt. En als je nou zit tussen woord en wetter, want dat is eigenlijk wat het meeste denk van, ja, dat, en je plakken Burgum Furt en je plakken de griep, ja, dan is het. Hè. Ja. Nou, en daar, vanuit marketingperspectief, hè, wat uiteindelijk ik mijn opleiding is, zeg ik van, nou, wat maakt het u nou, die zit van, ja, hè. Ja.